En er hebben ruim 50 bedrijven geparticipeerd aan de Bouw, Woon- en Huishoudbeurs 2018. Stichting Welzorg Suriname, de initiatiefnemer en organisator van de beurs, blikt tevreden terug. Het ging ook om een speciale editie, omdat er dit keer aandacht is besteed aan uiterlijke verzorging en gezondheid, welke aansluit op een goede huishouding. Vandaar de toevoeging van het begrip huishoud aan de naam van de beurs, stelt voorzitter Viraj Gangarampandey op de website van Stichting Welzorg Suriname. Van alle typen beurzen die de stichting organiseert, is de bouw- en woonbeurs het snelst gegroeid en is een begrip geworden in de samenleving, merkt Gangarampandey verderop. Dit is niet vreemd als we kijken naar hoeveel mensen nog geen eigen dak boven het hoofd hebben. Het fundament voor een gezonde en stabiele samenleving is een eigen woning. Velen denken dat deze droom niet te realiseren is, omdat zij niet over de juiste informatie beschikken. De organisatie en de exposanten proberen met deze beurs deze droom te realiseren. De Stichting Welzorg Suriname wil graag bijdragen aan betaalbaar, duurzaam en kwalitatief bouwen. We brengen alle bedrijven met diensten en producten die primair zijn bij het bouwproces onder één dak. Aldus de voorzitter van de Stichting Welzorg Suriname, Viraj Gangarampandey.